Hi iedereen, ik heb een video waarin ik de producten laat zien die deze maand zijn opgegaan. Het is best wel weer een mandje vol en het is ook alweer een tijdje geleden dat ik deze video deed. Dus ik dacht, het is wel weer leuk om een keer eentje te doen. En er zijn de afgelopen maand ook wat meerdere producten opgegaan, dus dan vind ik het altijd wel leuk om eventjes te laten zien. Dus veel plezier! Ik zet het mandje even naast me neer, zodat ik jullie kan laten zien wat er is opgegaan. Het eerste wat ik eruit pak is een body lotion. Deze is van Dove en deze is voor de Deep Care Complex, zo heet het tenminste. En deze is altijd heel goed voor mijn huid, voor de normale huid ook. De verpakking is overigens Duits, omdat hij bij de Action vandaan komt. En die is deze maand nu dus opgegaan en ik heb ook al wel weer een nieuwe aangeschaft, want ik vind deze altijd heel erg fijn. En hij gaat ook lekker lang mee, want er zit 400 ml in. En dat vond ik wel een heel fijn detail. En deze body lotion droogt mijn huid niet zo uit. Dan heb ik een... hoe heet dit eigenlijk? Douchegel. Een douchegel heb ik dan van Keen. Keen is een merk dat komt bij de Lidl vandaan. Je ziet hier langs het randje drup nog ietsjes, maar dat kreeg ik er echt niet uit. Dit is vast wel een hele lekkere douchegel. Deze is met lime. Inmiddels heb ik een roze nu. En volgens mij is dat iets met grapefruit of zo. Die is ook heel lekker. Maar het zijn wel hele lekkere frisse douchegels. En ze kosten echt super weinig. Omdat ze natuurlijk van de Lidl zijn. En ja, eigenlijk best wel een budget product. Ja, best wel met goede kwaliteit. Lekker fris. En ja, ik was hier wel heel enthousiast over. Dan heb ik nog een product van de Lidl. En dit is een Color and Shine shampoo. Dit was een 2-in-1 shampoo. Ik was eigenlijk benieuwd of dat ik eens een keer een budget shampoo kon testen die goed was voor mijn haar. En ik heb deze echt ook opgemaakt. Maar ik zou hem niet zo snel weer kopen, want voor mijn haar is hij niet zo heel goed. Mijn haar is dik en lang, zoals jullie kunnen zien. En ja, hij biedt niet genoeg voeding voor mijn haar. Dan moet ik toch nog weer heel veel externe producten na het douchen gaan gebruiken. Wil te zacht worden, zeg maar. Dus voor mijn haar was het niet zo'n heel groot succes. Het is wel een heel fijn budget product. Dat dan weer wel. Hij is echt super goedkoop. Ja, misschien als je toch wat korter haar hebt of niet zo dik haar, is die best wel goed. Maar voor mijn haar werkt die helaas niet. Dan heb ik een Dove line die is opgegaan. Allereerst mijn shampoo. Die ik altijd gebruik, de Intense Repair. En ja, deze maak ik eigenlijk elke maand wel een keertje op. Hij gaat niet zo lang mee. Ook al gebruik ik heel weinig, maar ik ben iemand die toch elke dag mijn haren wast. En ja, ik weet het. Het is eigenlijk helemaal niet goed voor je haar. Maar mijn haar, ja, dat ruikt gewoon heel snel niet zo. Ja, als ik buiten ben geweest en er zitten luchtjes in of zo, dan wil ik het gewoon echt wassen. Dus bij mij gaat de shampoo daarom ook gewoon heel hard. En zodra mijn haar nat wordt, dan gaat het ook heel erg krullen en krijg ik er echt helemaal niks meer in. Dus vandaar dat ik het dan altijd ook maar was. Uit dezelfde lijn Intense Repair, de conditioner. Deze gaat ook echt altijd heel erg hard, want dit is ook maar 200 ml. En omdat ik dus lang haar heb, moet ik altijd wat meer gebruiken van dit product. En ja, dit is toch echt wel mijn favoriete conditioner. Deze hebben jullie ook echt al in meerdere video's voorbij zien kunnen komen. Die opgemaakt video's dan die ik eerder heb gemaakt, zat hij ook eigenlijk altijd wel bij. En hij was deze maand ook al aanwezig. Dan heb ik ook mijn... haarmasker opgemaakt. Deze is ook van Dove, de Intense Repair. Deze gebruik ik zo'n één keer per week. Een heel fijn product. Tegenwoordig haal ik hem bij de Op Shop als ze hem hebben. En daar is die dan €3,50 of €4,50. Dus het scheelt echt aanzienlijk veel met andere drogisterijen. En het is een heel fijn product. En ik doe hier eigenlijk best wel lang mee. Ik weet niet precies hoe lang. Maar ik doe er echt, ja, nou 3-4 maanden zeker. En
Nou ja, het is natuurlijk ook gewoon heel handig, want hij is gewoon een jaar houdbaar. Dus dat is heel prettig. Wat ik ook heb opgemaakt is de Go Fresh Douche Gel. Deze is met komkommer en groene thee. En dit is echt een heel lekker fris ruikende douche gel. En hij voedt ook mijn huid. En dat ben ik altijd heel, heel, heel blij mee als dat gebeurt. En ja, Dove producten vind ik sowieso gewoon super lekker ruiken. En deze is ook heel lekker fris. Ik heb hem ook weer opnieuw gekocht, want ik vind deze gewoon echt heel lekker ruiken. En een leuk bijkomend dingetje is wel dat Action hem tegenwoordig ook verkoopt. En ze hebben ook hele grote flacons, moet ik zeggen. Dus misschien leuk om te weten. En ik gebruik hem heel graag. Dan heb ik de body scrub. Die is opgegaan. Deze komt bij de Op is Op shop vandaan. Hier doe ik ook altijd heel lang mee. Een half jaar zeker. Ik ben niet zo'n groot gebruiker. Er zit 500 gram in. Ik ben toch altijd wel iemand die meer van die potten houdt bij body scrub. Bij een body scrub wil je toch vaak wat meer gebruiken dan dan op je gezicht of zo. Dan vind ik altijd die flacons wel fijn. Maar voor de body scrub neem ik altijd een pot. En deze is echt heel erg goedkoop. Lekker budget. En dit was Pink Spring. En hij is echt wel heel erg goed. Hij is gewoon lekker budget ook. Maar het is wel een heel goed budget product. En deze heb ik ook alweer opnieuw staan. Dan een flacon dagcreme van de HEMA. Dit is nog de oude verpakking. Intussen hebben ze de verpakkingen vernieuwd. En dat vind ik wel heel erg leuk. Want deze was nog met een draaidop. En tegenwoordig is de dop dat je met zo'n klepje kan openen. Dat die gewoon blijft hangen. Dat vind ik veel handiger. Want dat draaien, dat ja, daar hou ik nooit zo van. En de geur is ook verbeterd. Want het lijkt wel. Ja, hij ruikt gewoon echt super lekker nu, die andere. Dus ik vind het echt een heel, heel fijn verbeterpunt. En oeps, ik liet hem vallen. Deze die gebruik ik ook echt altijd. Altijd, ja. Dat gebruik ik al hele lange tijd. Kost het €1,80. Is voor mijn gezicht heel goed. En ik krijg niet snel van budgetproducten dat ik uitslag krijg of zo. Dus ik kan best wel veel gebruiken. Dat voordeel heb ik dan. En ja, ik vind het wel een hele fijne lijn. Dan heb ik nog een budgetluchtje wat is opgegaan. Dit is So Eternal. Ik weet niet of je het kan lezen. Het is een beetje met het lichtval, geloof ik, niet helemaal lekker. Dit is eigenlijk zo'n heel goedkoop luchtje. Deze komt bij de Kruidvat vandaan. Ze zijn niet heel, heel, heel sterk, maar ze zijn wel lekker verfrissend. En ik draag dit luchtje eigenlijk als ik thuis ben. Als ik niet de deur uit hoef, dan vind ik het wel lekker om een luchtje te dragen. Maar hoeft het van mij niet heel lang te blijven hangen. Dat vind ik altijd wel lekker van deze, want deze is dan gewoon goed voor thuis. Ik vul deze ook altijd in mijn mini-verstuiver. Die heb ik eigenlijk ook altijd bij me dan. Dus ik kan hem altijd even bijsprayen. Hier doe ik ook best wel lang mee. Ik geloof dat die €6,95 kost of zo. Dan heb je gewoon dit flacommetje. En nu is die eindelijk op. Ik denk trouwens dat ik het flesje eventjes ga vullen met water. Zodat ik mijn parfumverstuiver eventjes kan schoonmaken. Ik heb zo'n parfumverstuiver die je op het flesje zet en dat je zelf moet pompen. Dus ik heb hem nog niet schoongemaakt. Ik denk dat wel eventjes een handig ding is. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien welke producten ik deze maand heb opgemaakt. Het is niet heel veel bijzonders. Ik had de video een tijdje niet meer gedaan, dus ik dacht ik kan hem wel weer een keertje doen. Maar eigenlijk zijn de producten die ik opmaak altijd wel een beetje hetzelfde. Dus het is niet iets wat elke maand standaard terug zal komen. Maar ik vond het nu wel weer een keer leuk om te doen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te kijken. Als je de video leuk vindt, abonneer dan op mijn kanaal, zodat je op de hoogte blijft van de nieuwste video's. En ik zie jullie heel snel weer. Bedankt voor het kijken. Doeg!